Inmiddels zijn wij met z'n tweeën, Willy Kleemeulman en ik, eindje verderop Winterswijk ingegaan richting het Kottense. En daar is iets vandaag, een Scandinavische kerstsfeer. Geweldig mooi. U ziet het al, ik sta hier tussen twee hele mooie beesten. Ze zijn niet echt, ze zijn van kunst. En ik ga u zo meteen even meenemen naar de Scandinavische kerstsfeer. Nou, inmiddels zijn we een eindje verder op de Scandinavische kerstgebeuren hier. En ik ben hier ergens aangeland. Ik hou van koken. Ik ben gek op koken. En er stonden wij ineens hier naast bij een dame. Kinderkookstudio De Kookmuts. Wie bent u, als ik vraag? Goedemorgen, ja, ik ben Elster Burg. En ik woon hier vlakbij op de Haard. En ik heb een kinderkookstudio. Ik verzorg kooklessen, kinderfeestjes, workshops voor volwassenen en we hebben ook bakmixen. Vertel eens even, hoe gaat dat in zijn werk? Kinderkookstudio, ik zie je allemaal lekkere dingen. Wat zijn die Smarties en wat zit er allemaal in? Dit is een complete mix voor koekjes. Helemaal compleet. Je hoeft alleen nog boter en ei bij. En dan kan je gewoon je eigen mix maken. Je maakt er balletjes van, je bakt ze. En je hebt gewoon een heel lekker product. Krijgsmiddagskinderen, hoe gaat dat in zijn werk? Mensen melden zich aan of hoe moet ik dat zien? Ja, voor de kooklessen dan kunnen kinderen zich aanmelden. Die krijgen dan 5 lessen. En voor de kinderfeestjes eigenlijk hetzelfde idee. Gewoon bellen, mailen en dan maken we gewoon een heel leuk kookfeestje ervan. Ik kan me voorstellen, 20 kinderen? Nee, zover gaan we niet? Nee. We willen het graag klein houden. 12 kinderen, dat is bij mij het maximum. 6 tot 12 kinderen zo'n beetje. En ze gaan van alles doen. Ze gaan koken, ze gaan bakken. We beginnen gewoon bij de basis. Dus we beginnen gewoon met afwegen, met kneden, met mixen. Ze moeten gewoon alles zelf doen, snijden. Wat koken we zoal? Ga je vertellen? Wat ze het lekkerste vinden zijn natuurlijk de zoetigheden. Dus cakejes, koekjes, dat soort dingen. Maar we willen ook hartige gerechten gaan maken. Dus hartige taarten, pizza's zijn ze helemaal gek op. Maar dan ook gewoon deeg maken, dus gewoon niet niks uit een zakje. Het wordt gewoon allemaal puur natuur bij ons gemaakt, door de kinderen zelf. Zijn kosten daar verbonden, als ik vraag? Ja, de kooklessen die zijn 8 euro per keer. En de kinderfeestjes zijn 11,50 per kind. En dan zijn ze dus de hele middag druk. En vaders en moeders zijn dan blij? Die zijn heel blij. Ja, die zitten gewoon lekker toe te kijken, die mogen mee eten. Ze maken foto's, hoeven helemaal niks te doen, ze hoeven niet op te ruimen, niet af te wassen. Geweldig. Nou ja, we hebben het hier. De mensen kunnen hier ter plekke wat informatie mee krijgen van de Kinderkookstudio. Mag ik u hartelijk danken en ik wens u veel succes vandaag. Ja, dank u wel. Dank graag gedaan. Ja, inmiddels ben ik dan weer verder naar een andere stand gegaan. En we gingen net van de kookmuts gingen wij verder naar een andere stand. En dan kom ik hier en dan zie ik daar koffiecupjes liggen, oude ritssluitingen. En dan heb ik twee mensen naast me staan. Ze wonen in Zevenaar, maar mevrouw zei al, we komen uit Limburg. Dat is waar. Limburgers. Met wie heb ik het genoegen? Nettie. Nettie. Lindebraakt. En Gil Lindebraakt. Ja. Dit is een hobby van u, heb ik begrepen, of niet? Dat is een hobby die ik nu 1,5 jaar met heel veel plezier doe. Dan kun je ze op aan een rits hangen. En dan aan de voor- of achterkant. En de lengte is te bepalen met de rits of je ze open of dicht doet. Ik zag daar die koffiecupjes aan die kant. Kijk, en dan heeft u nog weer die andere kettingen, zie ik daar ook. Daar heeft u koffiecupjes omheen, hè? Ja, die koffiecupjes heb ik natuurlijk leeggemaakt, de koffie eruit gehaald, heb ik plat geslagen en daarna opgerold of plat gelaten. Nou, en we hadden het net al over deze geweldige mooie ketting. Dan heb ik aan die zijde heb ik die koffiecupjes zien liggen en ook kettingen. Hoe doet u dat? Hoe kom je aan die koffiecupjes? Hoe ga je daar? Want ze hebben verschillende kleuren uiteraard. Hoe komt u daarbij om dat daarmee te doen? Is daar veel vraag naar? De vraag hoop ik dat het gaat worden. Maar de koffie die schijnt heel lekker te zijn. En die heb je in verschillende smaken. Waardoor je heel veel leuke, mooie kleuren hebt. En door die mooie kleuren van die cupjes ben ik op het idee gekomen om daar sieraden van te maken. En als je zo'n cupje plat slaat, dan zie je al iets ontstaan. Dan heb je al een leuk iets om ergens aan te hangen. Maar ik draai ze ook op en ik knip ze kapot. En je kunt er van alles mee. Nou had u een naam, No Pearls. Misschien heeft u wel een internetsite waar de mensen dat kunnen zien. Ja, No Pearls is mijn naam, omdat het geen parels zijn. Het zijn ritsen, het zijn cupjes.
En je kunt het, ik doe niet verkoop op internet hoor, maar je kunt wel zien op nopuls.nl wat ik nog meer kan maken. Veel succes en we gaan even gauw verder naar een volgende stand. Dank u. Inmiddels zijn we weer een paar meter verder gelopen. En als je dan door de bomen het bos niet meer ziet zitten, maar wel een mooie kerstboom van hout. Ik heb hier naast mij staan de heer... Rob de Grotenhuis. Rob de Grotenhuis. Hoe kom je op zo'n idee, Rob? Gewoon door simpel nadenken en gewoon creativiteit laten werken. Opzet is dat je daar dus al die kerstkaarten op kunt hangen, of niet? Ja, ik had altijd honderden kerstkaarten altijd en die lagen gewoon in een hoekje. En op deze manier kun je ze mooi decoreren of presenteren. Als ik het goed kijk, is het ook een speciaal soort hout, hè? Dat is Scandinavisch dennenhout. Scandinavisch dennenhout, ja. Wordt het nog behandeld op een bepaalde manier voor tegen rot of noem maar op? Wordt op een natuurlijke manier wordt het gedroogd. Alleen hier te koop? Alleen hier te koop. Alleen vandaag, dit weekend. Je hebt ook een website, neem ik aan? We hebben ook een website, maar dat loopt dan via de groothandel. Dus in principe voor hier is het de enige mogelijkheid. Nou ja, goed, een leuk idee. Mensen, kijk er eens naar. Mocht je nog eens een keer creatief thuis iets willen hebben. Voor mij bij de voordeur of achter het huis waar ze de kaarten zelf neer kunnen hangen. Kijk even naar dit beeld. Geweldig mooi. Houten kerstboom om de kaartjes op te hangen. Rob, bedankt. Graag gedaan. Nou, inmiddels zijn we dan een eindje verder gelopen in winterse sfeer. Lekker koud. Ik kreeg nog een lekker warme chocolademelk met slagroom. En ik heb er genoegen met wie staat hier naast mij. Rita. Rita zegt, het is koud, mutsje op, sjaaltje om. Dan doe ik er ook een. Dan gaan we eens even praten met z'n beiden over wat hier allemaal gebeurt. Lekker ouderwets, mooie sjalen en mooie mutsen. Hobby? Jazeker. Vertel. Nou, eerst breid ik altijd grote wanten, maar ja, het staat niet bij ieder jas. Dus ben ik allemaal kleuren gaan breien en patroontjes een beetje zelf verzonnen. Die patroontjes... Dat is een bepaald systeem in of hoe moet ik dat zien? Nee, het is geen, het is gewoon om en om komt het steeds weer terug. Wordt daar een bepaald soort wol voor gebruikt? Deze wol is eigenlijk wel heel erg fijn. Dat is 40% wol. Kan in de wasmachine, omdat ik heel veel aan kinderen verkoop. En dan is het gauw smerig en is de wasmachine toch wel heel erg fijn. Het is lekker warm en het kriebelt niet. Het is heel zacht. Nee, dat voel ik al. Het kriebelt echt niet. Die muts staat ook goed, of niet? We kijken even naar de camera. Ik zie de mensen al lachen en er staan mensen achter de bomen daar. Je moet wel smaak hebben natuurlijk. Wat zeg je, Willy? Je moet wel smaak hebben. Ja, dat bedoel ik. We hebben erachter misschien dat ze even kunnen aangereikt kunnen worden. Truitjes voor die kinderen, want dan kunnen we niet zien. Haal ze maar eens even naar voren, die truitjes. Even. En dan gaan we even er weer voor staan, want anders zien we dat niet in de camera. En dit kun je dus echt voor kleine kinderen kun je dat kopen, Willy. Eigenlijk het leukste als het groot is. Dit tel ik vanaf 6 maanden. En dat is dan lekker groot en lekker warm voor zo'n kleintje. Jullie hebben een website? Of je staat er toe ergens, je komt uit Winterswijk of kom je ergens vandaan? Mooi Bredevoort. Mooi Bredevoort, Boekenstad Bredevoort. Daar kun je deze dames vinden met die geweldig mooie truitjes, ook voor kinderen. Nou, ik draag die muts en sjaal. Willy, ik ben er weer klaar mee. Ga aan de show gewoon.